little closer, stay a little longer. Now the gang is gone, put some records on. In het midden van de jaren 70 beginnen Glenn Mercer en Bill Million samen te spelen in de OutKids. De drummer was Dave Reckerman. Dan ontmoeten ze Keith Clayton en Vinnie D'Annunzio en beginnen ze in 76 de Phillies. Anton Fier vervangt Dave Reckerman als de drummer. In 79 tekenen ze een contract bij Stiff Records en in 80 verschijnt hun eerste LP. Crazy Rhythms. De plaat wordt door critici als een meesterwerk bestempeld, maar verkoopt niet zo goed. Na meerdere problemen gaan ze weg bij Stiff Records. Ze gaan zich bezighouden met andere projecten, onder andere The Willies, waarmee ze geen platen maken, en The Tribes. Ze beginnen samen te spelen met Brenda Souter, Stanley Demeski, John Baumgartner, Tony Parruta en Mark Francia. En ze maken in 84 de mini-LP Explorers Hold. Rond 85 beginnen Mercer, Million, Souter en Demeski samen met Dave Reckerman weer de Phillies. In 86 verschijnt The Good Earth. Hun populariteit neemt toe doordat ze meewerken aan de film Something Wild van Jonathan Demme. Hierin treden ze op als de Willies. In 87 beginnen ze een nieuw project, Young Woo. Ze maken één LP, Shore Leave. De bezetting is hetzelfde als op The Good Earth, aangevuld met John Baumgartner. Dan verschijnt in 88 hun derde officiële plaat als de Phillies, Only Live. Op deze LP speelt John Baumgartner niet meer mee. In 89 produceert Bill Million de gelijknamige plaat van Speed the Plow. Deze groep bestaat uit drie leden van de Tribes: John Baumgartner, Tony Parruta en Mark Francia, aangevuld met Fran O'Toole, Pete Padula en Jim Rogartis. De Phillies maken in 91 nog een LP, Time for a Witness. In 2008 beginnen ze weer op te treden. En onlangs hebben ze het album Here Before uitgebracht.